Geschat wordt dat er 500.000 tot 1 miljoen vluchtelingen in Nederland aankwamen. Veel daarvan werden door particuliere gezinnen opgevangen, maar nog meer in kampen. Tienduizenden vluchtelingen trokken na de val van Antwerpen langs Dordrecht, in lange aken en te voet. In eerste instantie zaten de vluchtelingen aan boord van binnenvaartschepen. Maar op een gegeven moment was dat geen houdbare zaak. Die lagen hier in de haven langs Dordrecht. En ze mochten ook niet van het schip af. Behalve als de schepen ontsmet moesten worden. Want ze waren natuurlijk als de dood dat de ziektes uit zouden breken. Met zoveel mensen op zo'n kleine ruimte. Naast opvang voor vluchtelingen was Dordrecht ook een garnizoenstad. Met onder andere een korps spronteniers. Het Dordtse archief is op zoek naar de verhalen en de foto's uit die tijd. Een van die verhalen is over de familie Harshagen. Meneer Harshagen is thuis in Dordrecht, terwijl zijn vrouw en kinderen op vakantie zijn in Lochem, vlakbij de Duitse grens. Hij schrijft hun dagelijks een brief. Nou, hij zegt om te beginnen, kijk eens, u zit daar ongeveer een uur van de Duitse grens en moet bovendien spoorbruggen passeren. Dus hij ziet al voor zich dat die spoorbruggen opgeblazen kunnen worden en dat ze dan niet thuis kunnen komen. En dan gaat hij verder. We zullen maar hopen dat alles goed gaat. Maar wanneer Duitsland mobiliseert, dan kom ik u dadelijk halen. 31 juli komt allen hedenavond terug met achterlating van koffers. Morgen gaat geen spoor, pa. Angst. Angst, ja. En ook zo van, we hebben het nu lang genoeg aangezien, kom nou maar naar huis. Wat is daar nou zo aardig aan die brieven? Wat is daar bijzonder aan? Nou, over het algemeen is geschiedenis iets van overheden en grote machten. En hier zie je hoe het in het klein uitwerkt op een gezin. En dat, ja, dat vind ik heel, heel boeiend om dan eigenlijk uit de kieren van de geschiedenis, als het ware, een glimp op te vangen van wat dat zo'n familie doet.